Wel je niet, goed zo. Zoveel ijs als dat je wil. Want juf Luxie, die kijkt naar broer en zus. Papa en mama gaan even samen. Goedemorgen, welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En Luxie is ook wel wakker, hè? Ja, goedemorgen. En Lucilla die zit dadelijk even op de bank Paw Patrol te kijken. Goedemorgen, Lucilla. En Luan die is hier lekker kaas aan het snoepen. Moet jij vandaag in de school? Of gaan we gewoon vandaag even lekker een nachtje niet naar school? Nee, ook niet. Ook niet. Wat dan? Waarom ben je niet op school? Nou, de juffen moeten wel naar school. Want hun moeten leren wat ze tegen ons moeten zeggen. Weet je hoe dat heet? Nou, studiedag. Een studiedag. Luan heeft vandaag een lekkere studiedag. Ja, en dan gaan lekker wij lekker van proberen. Ja, en sommige kinderen die dat nog niet weten. Ja? Studiedag is dat je gewoon lekker vrij bent. Ja, dan ben je gewoon lekker de hele dag lekker vrij. De andere kinderen ook hoor, niet alleen ik. De hele school. De hele school is vrij. Ja, dus Luan heeft vandaag een studiedag. Lucilla hoeft niet naar het kinderdagverblijf vandaag. Dus we gaan straks gewoon lekker een dagje met ons gezinnetje erop uit. Wat doe je nu? Oh, ik wil hem even een knuffel geven aan Woezel. We hadden nog een croissantrolletje in de koelkast liggen. Dus ik ben even lekkere croissantjes aan het maken met kipfilet en kaas. Ja, dat vind je ook grappig of lekker, hè? Ja. Dit is de reden dat wij nu eventjes jouw box naar beneden gaan zetten. Hé, zie je dat, Luan? Ik vind het een beetje gevaarlijk. Dat is een beetje gevaarlijk, schatje. Ja. Je wilt al staan. Ja. Net deze box een beetje aan de hoge kant nu. Nee, niet gevaarlijk. Ja, gaan we papa zo even vragen, want ik heb net ook al zitten kijken. Maar het lukt mij niet om die pinnetjes daar ergens los te draaien. Dus we moeten even kijken of papa jouw box even naar beneden kan zetten. Ja. Kijk die beentjes. Mag ik hem nou zelf weten hoe laag die mag? Ja, maar hij kan maar op één stand. Kijk, want je moet naar die pinnetjes eronder kijken. Daar. Ja. Daar, ook daar. Daar zie je een pinnetje. En daar moeten de pinnetjes in. En dan zit hij dus weer op deze stand. Gewoon hieronder. Oeh, maar dat vind ik heel laag. Ja, maar lager kan die. Anders kan het niet. Of deze, of die. Okay. En Luxie? Luxie zit te kijken. Maar ja, het zal wel. Dat hebben wij gisteren ook al gezien. Dat ze echt wil gaan staan. En wat stond ze nou gisteren te doen? U, moet je even vertellen? Niet. Wat stond ze gisteren te doen? Ze stond... Zo, ja, zo stond ze te... En ze keek zo naar die lamp. Ze keek naar die lamp. Ik zal het even laten zien. Kijk. En dan wiebelt ze. Dat is leuk, Luxie. Kijk. Laat ze zo staan. Dus ze probeert echt om een beetje te staan. Ja, kan je staan. Boom. Boom. Oh, daar is grote broer. Daar is grote broer. Ja. Dit is grote broer. Die komt jou even overeind tillen. Ja, je ringen naar mama toe. Ze wil op het moment naar mama toe. Alleen maar mama. Ga je staan op nu aan? Kom hier. Kom maar. Ga je even lekker bij mami. Mami. Hey, goed voor jou hoor. Hey. Want ze heeft nou een beetje dat sprongetje wat ik had verteld. En ik had even gelezen in de app. Dat ze nu zichzelf, dat ze nu woordjes kan gaan leren. Dus ik had vanochtend ook tegen de kinderen verteld. Van je kunt vertellen wat een hond is. Dan zeg je hond en auto. En een raam. En, ja, raam. Vogel. Of en, poesje. Poes. Of en kat. Hadden we, hier al, we hebben vanochtend al een beetje even zitten oefenen. En hier dit boekje. Kijk. En dan hebben we appel. Ja, appel. Poes. Ja, en wat zegt de poes dan? Wat zegt de poes? Miauw. Miauw. Ja. En appel zegt niks, hè? Nee, een appel kan je eten. Even kijken. We hebben ook nog, kijk, auto. Brom, brom. Brom. Auto. Brom, brom. Brom. Ja, dus daar zijn we nou een beetje mee bezig, hè? Met woordjes. Ze heeft nog geen woordje gezegd. Al heb ik gedacht dat ze één keer mama heeft gezegd. Maar dat was maar één keer en nooit meer. Dus hopen dat ze dat... Ja, ik wil ze ook heel graag horen. Ja. Maar ze doet het niet. Ze doet het nou niet meer, nee. Misschien doet ze vaker als ze één is. Nou, ik hoop dat ze dan nog wat meer zegt dan alleen mama. Ja. Nee, maar we zullen het zien. En, wat ik gisteren ook heb ontdekt, dat heb ik jullie ook nog niet verteld, kinderen.
als mama hier zo haar vinger beneden houdt, dan komt dat een tandje komt. Ja, er komt een tandje. In het midden of een beetje zo. Waar jouw tand weg is, komt bij haar de tand. Komt ja, juist. Grappig, hè? Ja. Luxie, die tanden zijn al allemaal eruit gevallen. Nee, je moet wel komen. Ja, ik ben gewoon een grapje. Ja. Nu maar rollen. Nu maar rollen. Nu maar rollen. Ja. Gooi me een zusje. Gooi me een zusje. 1, 2. 1, 2. Ze vindt het balletje veel te leuk. Ze vindt het balletje veel te leuk. Ja! Zo moet dat. Ja. En dan zeggen we tegen Luxie: bal. Bal, Luxie. Bal. Goed zo. Ja. Mag ik een glaasje water? Oh ja hoor, je mag wel een glaasje water. Dank je. Maar je kunt zelf ook een glaasje water pakken. Ja. Kan ook. Dat kan ook. Ga met jullie lekker van de wildwaterbaan en naar de wellness. En zie je wat ik dan? Nee, je moet iets meer hierheen komen, dat kan ze zien. Kikapoe. Wie is dat poezel? Of Luxie. Ah, het poezeltje die jouw kruimeltjes komt oplikken. Zie je dat? Woezeltje. 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 Nou, dit is voor ons een hele tijd geleden dat we hier bij dit zwembad hebben gezwommen. Want toen Luan nog baby was en ook toen Lucilla net werd geboren en ze eigenlijk nog niet naar school hoefde, gingen wij hier ook bijna iedere woensdag zwemmen. In het zwembad De Steeg hier in Deventer. Het is een superleuk zwembad, ook met een heel leuk kindergedeelte voor kleine kindjes. Ook voor Luxie heel leuk. En een hele leuke wildwaterbaan waar Luan ook altijd gek op was. En wat wij het lekkerst vinden. En ja, wat wij ook heel lekker vinden, sauna, is een sauna. Bubbelbad, in de zwembroek. Ja, allemaal helemaal, ja, heerlijk. En een hele leuke glijbaan. Nou, Luan, weet je dat nog? Toen was je ook nog klein, hè? Nu Luan toch vrij is van school, kunnen we hier een keer weer lekker gaan zwemmen. Lekker chillen. Hier, Luxie. Luxie gaat nou ook mee. Ik weet het wel. Ja, hè? Veel plezier. Dankjewel. Hé, hey, daar is de Viking. Dit is de meisjesfamiliekleedkamer. Luxie zit hier. Luxie, hè? Trekken jullie hier lekker je badkleren aan? Ik heb hier al op. Oh, je hebt hem ook al aan. Ik heb mijn zwembroek al aan. En Luan, wij gaan hierin, kijk eens. Oh. Wij gaan in dit grote vader-zoon-hok. Knip ik in mijn vingers en als ik dan klaar ben, staat Luan in de zwembroek. 1, 2, 3. En Luan is ook klaar. Hey, Lucilla heeft ook al de badpak aan. Dan doen we zo en dan is Luxie omgekleed. 1, 2, nee. 1, 2, 3. Luxie is er klaar voor. Zo. Nou, Luxie is er ook klaar voor. Lucilla ook. En dan gaan we naar het zwembad. Papa doet nog even alle spullen in het kluisje. Hé, en daar hebben we papa de pakezel. Oké, daar gaan we. Daar gaan we. Oh, dat is mooi. Waar wil je gaan zitten, mama? Het hele babygedeelte daar. Zo daar gezet, dat is lekker warm. Niet in het wellnessbadhuis? Daar gaan we straks zitten. Straks, hè? Ja, nou. Luan. Luan. Even installeren. Hey, is dit een leuke verrassing voor jouw studiedag? Waar was het ook alweer? Waar was het ook alweer? Weet je het nog? Daar. We gaan dit hoekje mooi installeren. Nou, leuk plekje, mama. Ja. Wat blijkt je, Lucilla is al zandkasteel aan het bouwen volgens mij. Hey Lucilla, wat ben je aan het doen? Vorm aan het maken. Jij bent al zandkasteel aan het bouwen. Oeh. Hey. Kijk, Lucilla heeft het eerste cakeje al bijna klaar. Ja, daar moet nog wat zand bij, Lucilla. Zie je dat? Dan kunnen we dat cakeje omkiepen. 2, 3. Voor mij wordt het een heerlijk zandcakeje. Nog harde timmeren, stel hem met je. Ja. Wow. Ja, en nu nog mooie vlokjes. Nou. En daar is onze Luxie. Nou, kom eens. Hey, Luxie.
Nou, lekker spatteren, mami. Lekker spatteren, duifjes. Wat doet de kikker nou dan? Uurtje chillen. Ja. Als je erin springt, dan krijg je een ijsje. Ja, laat even een ijsje. Ik ga alleen maar naar mijn fietsen. Een hele ijsje. Oh. 1, 2. Nee. Voor een ijsje. Voor een heel groot ijsje. Nee. Extra veel pukkeltjes. Mam, dat ben ik niet leuk. Het werkt niet. Goed zo. Ga maar los. Oh, mijn beetje. Ik ga helemaal. Oké, doe maar. Klaar voor de start. Af! Nee. Oh. Goed hoor! Nou. Wat is het hier? Toch maar. Ijseters, jullie hebben ijsje verdiend. Kom maar ijsje halen. Ja, nog lekker ijs eten. Kom maar ijsje halen. Mag je zoveel ijs eten als dat je wil? Ja. Zoveel ijs als dat je wil. Ongelimiteerd ijs. Het is hier een ijsje. Maar dit is toch geen ijsje? Ja, dit ijsje zou je krijgen. Dit is toch ijs? Dit was een verrassing. Oeh, mama. Hey, ik voel iets boven papa's hoofd druppelen. Oh, mama.
Ik heb de camera in mijn hand. Deze is niet waterproof. Wat je fluxie, die kijkt naar broer en zus. Wow. Kan er maar, kom Marcel. Broer wacht. Dat is zo. Ja, lekker hè. En hier aan het heel lekker wachten. Nou, jullie hier op Luxie lekker spelen. Papa en mama gaan even samen. Kinderen, als jullie even lekker spelen hier, willen we wat? Luxie die ligt daar. Gaan papa en mama even? Even samen in de sauna. Nee hoor, we laten de kinderen niet alleen. We laten de deuren open, kijk maar. En waar is Luxie nou dan? Ja, hier was je al een half jaar geleden nog niet bij. Maar nu eet je gezellig mee. Nou, ober Luan, is het bar geopend Luan? Ja. Papa en Luan hebben net het eten besteld. Dan gaan we lekker eten. Super bedankt hè. Dankjewel man. Nou Luxie, oh, dat is mooi. Patatjes. Heb je heel mooi uitzicht. Mogen ze nog softijsjes komen maken? Jullie mogen softijsjes komen, mag je aan deze kant komen? Goed zo. Zo. Kijk, dan ga je er ook nog een dipje om doen. Welke wil je? Zo. Dat is knap. Wow, wat zeg je dan? Alsjeblieft. Kijk eens, en welke wow. Wil jij? De blauwe, daar krijg je een blauwe ton van, hè? Smurfje, hè? Dan mag je hem er ook in duwen. Zo ja. Wow. Nou, Pooski, Luan, zelf gemaakt. Heel knap, jongen. Een echt thuiskomman. En nog eventjes lekker als afsluiter onder de douche in de sauna. Ja. In de 50 graden sauna met de deur open. Ja, wel anders prinsessen. En Luan zit alweer in een lekker tonnetje. Hé hey, jongen. Hi. Oh, Luxie. Spuddelen, spattelen. Kijk eens wat mooi met die lampjes allemaal. Nou, leuk dat jullie erbij waren. Duimpjes omhoog. Tot morgen! Doeg! Tot morgen!